Deze week bij Gesprek op Niveau, professor en columnist Ashvin Elian. Meneer Elian. Meneer Elian, zijn de islam en de westerse wereld nou met elkaar in oorlog? Ik denk niet dat je kunt zeggen dat de islam en de westerse wereld, want de islam is uiteindelijk een concept van ideeën. Het zijn concrete mensen die oorlog voeren. Maar je kunt wel zeggen dat de westerse wereld, de wereld van vrijheid en gelijkheid, zoals het ten tijde van de Franse revolutie werd aangekondigd, is in oorlog met de wereld die in naam van de islam zeg maar een ander type regime wil vestigen. Dat is zeker zo. Maar waarom hebben moslims, de aanhangers van de islam, zo moeite met het Vrije Westen? Ik denk dat het heeft te maken, althans dat gedeelte van die moslims die moeite heeft, niet alleen radicale moslims, maar ook salafistische moslims, dus niet alleen gewelddadige, maar ook salafistische moslims, die hebben moeite mee omdat Westen in hun ogen representeert alles wat verwerpelijk is. Wat men in de islamitische traditie jahiliya noemt. Dus een periode van onwetendheid en je kunt bijna zeggen barbarij. Een periode voor de komst van de islam. Kijk, een gemiddelde moslim leert, en dat is gewoon vaste leerstelling van de islam. Islam is dat, zeg maar, Mohammed was het einde van alle mogelijkheden dat een profeet zou komen. Einde van alle profetie. Oké, dat is Mohammed. Islam is de meest volmaakte en perfecte religie. Dat alles bevat. En letterlijk van het perspectief van Koran. Koran is het beste boek dat het ooit aan de mensheid is gegeven. Nou, als je deel uitmaakt van het beste team op aarde, dan voel je jezelf natuurlijk erg superieur. Ja, maar je kan natuurlijk ook zeggen, joh, dat stelletje barbaren in het Westen, die hoeren en snoeren en drinken, en dat is tuig. Fijn dat we hier lekker met z'n allen in de woestijn zitten, want wij gaan het even anders doen. Maar waarom hebben ze zo'n moeite met een ander werelddeel en andere ja, tradities en cultuur? Omdat het islam, wat betreft de politieke en juridische ambities daarvan, is er gewoon een imperialistische religie geweest altijd. Ja, de kalifaat. De mensheid moet gered worden. Het is de drang om jou te redden. Nou, daar ben ik ze heel erg dankbaar voor, behalve dan dat ik graag spare ribs eet en bier drink. Ja, dat is nou net, vond Allah, niet goed voor jou. Dus daarom denken ze, ja, we komen jou redden. Het is gewoon zo dat ze geloven dat ze een deel van de mensheid kunnen doden om een andere deel te redden. Nou, dat is dan wel weer heel vriendelijk. Dat is ongeveer zoals zij denken. Op het moment dat je denkt dat er een groot gebied in de wereld vol ketters zit en vol nare mensen die zich helemaal niet houden aan de geboden van Allah, dat je daar helemaal niet tussen wil wonen. En toch stikt het van de moslims in het Vrije Westen, maar die dan ook wel weer moeite hebben met dat Vrije Westen. Dat is toch heel vreemd? Dat is heel vreemd, maar er zijn ook verschillende categorieën van die moslims. Kijk, die salafisten hebben een missie. Die zijn niet hier omdat de Westen goed vinden, ze zijn hier om hun geloof te verspreiden. Dat doen ze elke dag via moskeeën, internet. Hè. Denk aan die Abu Jabbar van de VN en een hele hoop andere mensen die zijn al bekeerd tot salafisme. Dus die hebben een missie echt. Dus gewoon een evangelie overbrengen. Ja, maar evangelie van geweld. Dat zal een verschil hebben. En dan heb je gewone moslim. Dat was inderdaad historisch gezien altijd een vraag geweest. Want in principe, na het overlijden van profeet, ging men ervan uit dat een moslim moet gewoon wonen bij de umma waar de Islamische staat regeert. Waarom? Omdat je daar alleen en slechts daar in een staat bent om de regels van de islam. De zuivere islam kan je aanhangen als je met elkaar bent. Met elkaar bent. En dan moet je geen dikke Nederlander erbij hebben die met een blik bier naast je zit. Nee, en de staat moet de regel handhaven. Dus geen bier, geen andere genootsmiddelen. Nou, na de val van Andalusië in feite ontstond, zeg maar rond 1600 en zo, ontstond de vraag, wat moet het nou? Moeten we nou in Spanje blijven of weggaan? Mogen we blijven of weggaan? Nou, toen op een gegeven moment werd gezegd, nou ja, daar kun je niet meer als moslim leven. Hè, wat zijn de voorwaarden? Minimale voorwaarden. Dat niemand je dwingt om afstand te nemen van Allah en zijn profeet. Dat je kunt je gebed uitvoeren. Dat je kledingsvoorschriften voor vrouwen kunt in acht nemen. Dat je in openbaarheid gewoon kunt islamitische regels in acht nemen. Nou, toen moesten ze weg, maar je ziet het komst van moslims in Europa eigenlijk zeer vooral in de moderne tijd eigenlijk. Na het einde van het Ottomaanse Rijk
na de kolonialisatie, daarna decolonialisatie zie je en hoeveel groepen van moslims die naar Europa komen als gastarbeiders, als onderdanen van voormalige koloniën. En op dat moment, niemand vraagt zich zoiets af. Waarom? Omdat de wereld was ook veranderd. De wereld was in razendsnel tempo geseculariseerd en waren ook seculaire regimes aan de macht in die landen. Dus niemand ging naar een imam of een mullah te vragen, wat vind je daarvan? Het is heel interessant, als je foto's kijkt van gastarbeiders uit de jaren 60 in Frankrijk of in Nederland, zie je allemaal ze hebben een hele beschaafde uitstraling. Ja, geen hoofddoek was er. Nee. Misschien een omaatje, maar dan hield het wel bij. Mannen en vrouwen hebben hele beschaafde uitstraling. Gewoon veerkrachtige migranten die willen iets maken van hun leven. Als je dan 40 jaar later gaat kijken naar diezelfde mensen, dan schrik je. En dan denk je, hé, wat is er gebeurd eigenlijk ondertussen? Omdat ondertussen een ruimte was geschapen, overigens door de Europese politiek zelf, hè, denk aan linkse politici. Politiek correcte, die zeggen, ja, maar geef die mensen de ruimte. Eigen identiteit ontwikkelen, het is heel fijn dat je moslim bent. Eigenlijk word je aangemoedigd om terug te gaan naar je geloofswortels. Dat is heel raar eigenlijk. Omdat niemand besefte wat voor gevaar daarin schuil gaat. En aan de andere kant moet ik toegeven, sinds de Iraanse revolutie, dus 1979, een soort islamitische bewustzijn is in de wereld. En dan zie je gevolgen daarvan langzamerhand eerst in de Sjiïtische Iran, daarna in de Soenitische landen. Ook radicale islam en islamisme is niet iets dat het losse staat van de islam, is een verschijning van de islam. Ja, daar hoor je de laatste tijd heel vaak vanuit de politiek correcte hoek, maar ook bijvoorbeeld van ons kabinet, die zegt, ja, maar IS heeft helemaal niks met de islam te maken. Ja. Dat is vrij lastig vol te houden. Dat is niet alleen vrij lastig vol te houden, dat is onlogisch. Stel je voor dat iemand morgen gaat tegen u zeggen, katholieke inquisitie had niets met katholieke kerk te maken. Ik denk dat u gaat meteen een paar tabletjes en goede medicijnen aan die persoon geven om een beetje bij te komen. Dat is absurd. Die mensen handelen niet in Syrië of in Afghanistan of in heel Afrika op dit moment. Hele West-Afrika, Noord-Afrika. Niet in naam van boeddhisme, niet in naam van protestantse kerk, niet in naam van katholieke kerk, anders hadden we het daarover gehad. Nee, ze handelen in naam van islam en niet zozeer in naam van islam. Ze willen gewoon de regels en de manier van leven zoals ten tijde van Mohammed gangbaar was en door Mohammed was geïntroduceerd, willen ze gewoon afdwingen in de wereld. In hoeverre leeft IS het leven van Mohammed? Bijna letterlijk, voor zover het mogelijk is voor ze, bijna letterlijk. Maar dat staat allemaal in de Koran. En dat is die Koran die door alle moslims gelezen wordt. Zijn er dan weliswaar twee? Nou, gelukkig niet door alle moslims gelezen wordt, omdat het een onprettig boek is. Het is geen roman om het te lezen. Het is geen Iliade en Odyssea of boek van Shakespeare. Koran, het woord komt van Iqra, reciteren. Het is niet iets, het staat niet dat je moet lezen, reciteren. Reciteren is iets anders dan lezen. Lezen, je pakt een boek, je gaat doorbladeren, ga je lezen. Het is opdreunen. Het is opdreunen, precies. Het is toch niets anders eigenlijk dan een wetboek? Klopt. De Koran zegt ook, de Koran zegt, dit is letterlijk een woord van Allah. En er staat alles wat je nodig hebt, het is een gids voor het leven. Maar zal de Nederlandse moslim dan meer waarde hechten aan de Koran als wetboek of het Nederlandse wetboek? Nou, ik dacht altijd eerlijk gezegd, en ik denk dat Hans ook met mij, Hans Janssen, dat de meeste moslims hebben helemaal geen boodschap aan. Ik bedoel, wie zit nou de hele dag de Koran te lezen? Dat dachten wij, maar uit het onderzoek van Ruud Koopmans was gebleken, professor in Berlijn, een hele gerenommeerde socioloog, dat nogal aanzienlijk aantal mensen hier in Nederland, maar ook in andere Europese landen, moslims, die vinden dat de wetten van Allah en de Koran belangrijker dan de grondwet. Nou, dat vind ik wel zorgwekkend. Uit datzelfde onderzoek blijkt ook dat er een heel groot deel van de Europese islamieten hun geloof met geweld willen verdedigen. Dat is precies die, dat zorgwekkende aspect daarvan. Overigens, volgens mij is het Centraal Cultureel Planbureau. Hè? Zij doen het elke 10 jaar of zoiets onderzoek naar geloof. In 2002 bijvoorbeeld, als je cijfers daar kijkt over Turken, Marokkanen en andere type moslim in Nederland, weinig moskeebezoek. Was wel, maar percentueel was heel laag. Maar ze hebben het een paar jaar geleden, na 10 jaar, opnieuw onderzocht en dan zie je meer dan een verdubbeling. Dus eigenlijk
trend is, in toenemende mate worden moslims eigenlijk geloviger. Waar komt dat vandaan? Ik denk dat zij staan gewoon op een historisch punt, zoals Europa ook 400-500 jaar geleden stond. Namelijk dat je moet uiteindelijk bepaalde keuzes maken. Ja, maar toen is de keuze gemaakt voor de verlichting. En dit is precies de andere kant op. Ook toen voorafgaand aan de verlichting was ook keuze gemaakt voor op godsdienstoorlog. Hè. Godsdienstwaanzinnigen van protestantse en katholieke kerk begonnen elkaar uit te roeien in Europa. Dat zie je nu ook. En men hoopt dat na deze periode, als jij en ik het hebben overleefd hebben... Ja, en, hopen. En dat het open en de vrije wereld heeft het overleefd. Nadien zou dan iets anders voortvloeien, namelijk rationaliteit, redelijkheid enzovoort. Er wordt vaak in Nederland gesproken over de liberale islam. Zijn die twee te verenigen, het liberalisme en de islam? Nee. Die bestaat niet? Nee. Een van de grondige fouten die vaak wordt gemaakt, die heb ik al kort na 9-11 ook daarover geschreven en het steeds uitgelegd is. Door elkaar halen van moslim en islam. Liberaal moslim bestaan, dat zijn gewoon individuen. Je kunt liberaal zijn, je kunt socialist zijn, je kunt atheïst zijn, van allerlei soorten type moslim heb je. Maar liberale islam, dat is iets anders, dat bestaat niet. Ook gematigde islam is ook een heel raar begrip, wat is dat? Islam bestaat uit de Koran, handelingen van Mohammed en wat men ook sharia doet, noemt, ja. Wetgeving en rechtspraak. Maar er staat bijvoorbeeld in de Koran... Dat is niet verenigbaar met liberalisme, absoluut niet. Kijk, achter elke steen zie je een Jood hak zijn kop eraf. Ja. Hoe kan je dat anders interpreteren dan dat je iedere Joodse kop af moet hakken? Is daar een liberale, gematigde opvatting van? Nee, dat is niet. En dat is precies het probleem. Daar bestaat niet zo'n gematigde liberale opvatting. Ook over bijvoorbeeld homoseksuelen en andere groepen, ongelovigen ook. Nee, er bestaat geen... Er bestaat één weg. En dat moet de uitkomst zijn. Men moet dit ongeldig verklaren. Men moet dit zeggen... Dat gaan we niet meer nakomen. We snappen het niet, we weten niet waar het vandaan komt. Of men zegt, het is fout. Of men zegt, misschien was het goed 1500 jaar geleden, nu niet meer. Zolang men dat niet gaat doen, ongeldig verklaren van dit soort aspecten, militante, gewelddadige aspecten van de islam, dan is iedereen in gevaar. In de eerste plaats overigens moslim zelf, want de meeste slachtoffers van islamitisch terrorisme zijn moslim zelf op dit moment. Maar als je dat onder... Maar je zou toch verwachten dat juist dat aspect, hè, wat vaak vergeten wordt, dat moslims eigenlijk de grootste slachtoffer zijn van hun eigen religie, dat niet mensen op de been brengt en dan en masse gaat demonstreren of roepen van... Ja, dit is niet de goede weg, want we zijn dan zelf ook een soort van cannibalisme aan het plegen. Want... Ja, als je mensen wil bij elkaar brengen, moet Israël iets doen. Kijk, jazeker. Als Israël nu een raketje afschiet op terroristen van Hamas, dan Amsterdam is het vol van verontwaardigde mensen. Maar waarom dan niet die 100.000 doden in Irak en die 100.000 doden in Syrië en die 100.000 doden in Libië? En zo kan ik nog wel even anderhalf uur doorgaan. Het is die selectiviteit. Kijk, dat de mensen in Raqqa, de hoofdstad van de Islamische Staat, niet op straat kunnen komen, dat begrijpen we allebei. Ja, dat is erg gevaarlijk, worden ze meteen doodgeschoten. Maar in Amsterdam is het toch niet gevaarlijk. Ik maak het nog. Ik was een beetje geëmotioneerd toen die arme Yezidi vrouwen werden allemaal verhandeld. Echt op zo'n afschuwelijke wijze behandeld. Seksslavinnen. Die Koerden werden allemaal. Echt systematisch uitgemoord. Nu elke dag in Sanjar, dus in Sinjar, de stad die bevrijd is door Koerden, worden massagraven gevonden van gewoon weerloze mensen. Ze hoeft helemaal die mensen niet dood te schieten en massaal begraven. Nee, je zou toch verwachten dat daardoor mensen op de Dam gaan demonstreren en zeggen, zullen we hiermee ophouden? Maar dat hoor je niet. Betekent dat eigenlijk dat ze daarmee ook de daad wel begrijpen, omdat dat... voorkomt uit het boek wat ze aanhangen? Dat denk ik niet. Het betekent twee dingen. A, het morele gebrek en de morele crisis van de meeste moslims in Nederland. Dat ze alleen kunnen op straat komen als tussen Joden en Palestijnen ruzie is ergens en weer een conflict is. Dat is echt... Eigenlijk het hele probleem van de islamse wereld heeft te maken met gebrekkige moraal van de moslims zelf, joh. Ik bedoel, ze hebben het over kruisridder, joden, dat is allemaal flauwekul. Waar zitten nou kruisridder en joden in Syrië of in West-Afrika? Gisteren was in Kenia weer een aanslag gepleegd. 75 vrouwen hebben in West-Afrika zich opgeblazen, onschuldige mensen gedood. Nee, die lafheid, die morele lafheid, is verschrikkelijk. Op zich heeft islam helemaal geen toekomst.
Het is gewoon heel erg achterlijk. Is wat nu in Syrië gebeurt, wat in Iran gebeurt, wat in Saudi-Arabië. En ver van maatstaven die niet alleen wij, maar ook mensen in Afrika, in Latijns-Amerika hanteren voor menselijkheid. Nog u, nog ik, nog iemand anders zegt tegen mensen, je moet de islam verlaten of zoiets. Iedereen moet ze even weten. Doe lekker wat je wil. En wat mij betreft moeten ze vooral Koran gaan interpreteren in de zin van de eerste 20 pagina's vinden ze mooi en de laatste 20 pagina's. Dat vinden we geweldig. Dat moeten we ook propageren als iemand wil. Maar het gaat erom dat juridische en statelijke gewelddadige aspecten kunnen niet, mogen niet. En dat moet worden besteden. En mentaliteit moet ook veranderen. Dat selectieve verontwaardiging als iets gebeurt in Israël, wat u net aanhaalde. Dat daar ineens 100.000 mensen op straat komen om te demonstreren. Die mentaliteit moet veranderen. Ze moeten ook zich een beetje zorgen maken om die Koerden. Ze moeten zich zorgen maken om al die aanslagen die in Kenia en Nigeria en Somalië wordt gepleegd. Eigenlijk, het is gewoon in hun eigen belang, letterlijk in opstand komen tegen fundamentalisme. Ja. Zelfreinigend vermogen, daar is het wachten op. Daar wachten we op, zeker. Meneer Edion, dank u wel voor het gesprek. Dank voor deze uitnodiging.